anderhalve maand is een logisch vervolg op al het werk en initiatieven die eerder hebben plaatsgevonden, onder andere ook vanuit het consulaat, waarbij een hele groep ondernemers ook samen met het consulaat samen zijn gaan werken. Met als doel om nieuwe entrepreneurs te kunnen helpen. Het is verschrikkelijk belangrijk dat ze goed worden begeleid, dat ze goede trainingsprogramma's krijgen, dat ze goed leren pitchen, dat ze contact vinden met financiers en dat ze kunnen upscalen. Wat denk ik Amerika verschrikkelijk goed doet is de aanwezigheid van geld. En dat geld besluit heel snel waar het heen wil. Dus waar Nederland best goed in is, in start-ups. Maar een probleem is toch vaak om die volgende stap van de groei te kunnen financieren. Ja, in Amerika is dat geld er gewoon. ...13.000 vierkante meter in de Brooklyn Navy Yard. Tot 2 maanden geleden werden hier kleine suikerpakjes verpakt. Nu komt de ruimte waar 1200 ondernemers kunnen werken, kunnen groeien. Onze big ambitious goal is om innovatie te accelereren en economische groei door de wereld te verbinden. En onze nieuwe tagline is van B wordt groter om de wereld kleiner te maken. Dus ik hoop dat we over 5 jaar nog meer continenten met elkaar hebben verbonden en dat New York een succesvolle hub is geworden die toegang biedt voor Nederlandse entrepreneurs naar de Amerikaanse markt. Brooklyn has become a draw for talent and companies the world over. And that's something that we in New York in general and throughout our whole history and certainly now and at the Navy Yard embrace. If you bring all of those companies together, they're going to collaborate in ways that you can never predict. De hoofdreden dat wij kiezen voor een partij als Be Buildings heeft te maken met focus. En dan is het heel erg fijn dat je een partner hebt die eigenlijk al heel veel zaken weet, ervaring heeft van de markt en heel veel niet-kernzaken van je bordje af kan halen. Especially in a city like New York, where we have so many urban challenges, it's important for us to have new, young, fresh minds with a really international focus coming in and saying, how can we address your transportation issues? How can we address your climate issues? How can we help you deal with technology issues? The city of New York has been incredibly open to working with governments from the city and the federal side with the Netherlands to introduce these types of technologies and ideas and programs that aren't just making other places good, but making our country and our city better as well. Het leuke van Amerika vind ik dat als je dat verhaal houdt, dat mensen dan ook zeggen, hey, interessant, ik ga je helpen, want ik ken nog iemand en je moet dat. En dus er is de abundance, hè, dus niet scarcity, maar we delen met elkaar. Dat zit heel erg in deze cultuur. Maar je moet wel presteren, je moet niet omheen kletsen.